Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 20 februari van Weerplaza. Het was vandaag een rustige winterdag met wolkenvelden, maar ook wel ruimte voor de zon. Vanuit de satelliet zag het er zo uit. Er lag een storing boven ons land, maar dat produceerde niet of nauwelijks neerslag in ons land. Het wordt geleidelijk aan weggedrukt door een hoogdrukgebied. Het hoge drukgebied ligt boven Engeland en Ierland en verplaatst naar Scandinavië. En daardoor komt een koude oostelijke stroming later op de week op gang. Vanavond is het nog tamelijk rustig. De wind is hooguit windkracht 3 vanuit het noordoosten. Het koelt af tot net iets onder het vriespunt. En vanuit het noordoosten klaart het op steeds meer plaatsen op. Vannacht is kans op een enkele mistbank. Het gaat 4 graden vriezen op veel plaatsen in het binnenland. In de kustprovincies ligt de minimumtemperatuur rond de 2 of 3 graden onder nul. Daarbij staat er weinig wind. En morgen begint de dag koud, met op veel plaatsen nog lichte vorst en kans op een enkele mistbank. In de loop van de ochtend komt de zon erbij en 's middags wordt het 4 tot 6 graden, bij niet al te veel wind vanuit het noordoosten. Op donderdag steekt een koude oostelijke wind op. Het wordt hooguit 4 of 5 graden in de middag en we zien een afwisseling van zon en wolken. Vrijdag ziet het er prachtig uit met uitbundig zonneschijn, maar het voelt koud aan, want er staat een schrale oostenwind en het wordt in de middag hooguit 3 of 4 graden. En door de oostenwind lijkt het alsof het de hele dag vriest. Dus voorlopig blijft het koud en droog winterweer. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.